Goedendag, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. Afgelopen nacht is een zwakke storing overgetrokken met wat lichte buitjes, met name in het oosten van het land. Die zien we ook op de satellietfoto wegtrekken. Vanochtend valt misschien in het uiterste oosten van Groningen nog een enkel buitje, maar die trekt dus vlot weg. Vervolgens is er een afwisseling van een flinke zonnige periode en wolkenvelden. Vanmiddag schijnt de zon wat vaker. Aan het einde van de middag valt in het oosten misschien opnieuw een enkele bui. Het wordt 24 tot 30 graden en de wind is zwak of matig uit noordelijke richtingen. Ook vanavond misschien eerst nog een enkele regen- of onweersbui in het oosten. Voor de rest is het vrij zonnig en later zijn het brede opklaringen en het blijft ook nog een tijd lang warm. Morgen blijft het overal droog, schijnt de zon geregeld en wordt het iets minder warm dan vandaag. Het wordt 24 tot 28 graden bij een matige noordwestenwind. De dagen daarna schijnt in eerste instantie de zon flink, later komen er iets meer wolken. De temperatuur stijgt steeds verder en bereikt op woensdag een tropische 30 of 31 graden op de meeste plaatsen. De wind wordt geleidelijk noordoostelijk. Ik ben Ben Lankamp van weerplaza.nl.